Vandaag ben ik op weg naar Alexandra, een jonge violiste die studeert aan de muziekkapel Koningin Elisabeth. Dankzij de steun van alle spelers van de Nationale Loterij kan de muziekkapel haar 80ste verjaardag vieren met een seizoen vol indrukwekkende concerten. Wauw, zeg Alexandra. Hoe lang speel jij al viool? Oh, ik begon toen ik 5 jaar oud was, dus nu al 11 jaar. Ja. Ben jij 16? Ja. Het begon eigenlijk toen mijn zus, mijn oudste zus, een vriendje had die viool speelde. Okay. En dus ze zei, oh, het zou tof zijn als je ook viool zou spelen. Dus ik zei, oh nee, geen viool. En toch ja, begon ik en het was echt tof. Ja. En daarna... als mijn passioen. Ik zou zeggen dat het gewoon mijn beste vriend is. Viool, dat is niet gemakkelijk, denk ik. Hè? Nee, dat is moeilijk. Zeker in het begin. Mag ik uw beste vriend eens vastpakken? Natuurlijk, ja. Alleen op, zo. Dat is precies zo'n klein gitaartje. Ja, exact. Maar zo moet het dus eigenlijk niet. Dus toon eerst, niet zo het moet. Dus eerst neemt u zo. Ja, een stijve nek van. Ja, oh, eerst wel. Daarna. Dit moet juist eronder en deze boven. Ja, zo. Ja, dat is eigenlijk heel goed. Okay, dus en hier is het echt goed. Aanleg. Wij zijn hier nu in de muziekkapel. Dat is een soort school. We kunnen zeggen dat het een universiteit is, ook een school. Dus er zijn eigenlijk geen theorievakken. Dus alleen lessen met beroemde muzikanten, beroemde artiesten. Moet je mij eens mee? Door natuurlijk, oké. En dat is Studio de la Reine. En welke koningin was dat dan? Koningin Elisabeth. Van de koningin Elisabeth wedstrijd. Ja, exact. Is dat nog een droom van u? Eigenlijk wel. Normaal wel. Ja, normaal in 3-4 jaar zal ik participeren. Daarom oefen ik zo 6-7 uur per dag. Dat is nu het doel eigenlijk. Ja. Hier is mijn studio. Oké. Okay. Oh, kijk, wauw. Ja. Heel tof. Dus heel dit mooi. Is uw kamer eigenlijk? Ja, dat is mijn kamer. Vind je het leuk om hier te studeren? Heel leuk, want niet iedereen kan natuurlijk, want het kost veel eigenlijk per jaar. En dus daarom ben ik echt heel dankbaar aan alle spelers van de Nationale Loterij. Want zo kan ik hier studeren, viool spelen, dat is gewoon super.